Het coronavirus is langzaam weer aan een opmars bezig. Ja, ik zie je gezicht al vertrekken, Welmoed. Maar ze zien het vooral terug in de ziekenhuizen. Daar is het aantal coronapatiënten weer aan het toenemen. Afgelopen week nog melden 160 nieuwe patiënten zich bij de artsen daar. Een stijging van 33% deze week ten opzichte van een stijging van 3% de week daarvoor. Dus dat is nogal een verschil. Het virus is bezig met een najaarsoffensief. Dat schrijft de Telegraaf deze ochtend. Daarom maken experts zich natuurlijk ook zorgen. Vooral omdat de herhaalprik achterblijft. Een voorbeeld van de 80-plussers die voor zo'n herhaalprik in aanmerking komt, is nog maar 15% geweest voor een prik. En dat terwijl de GGD zegt, we hebben genoeg capaciteit om de mensen die dat willen zo snel mogelijk te prikken. Viroloog Bert Niesters die pleit in de Telegraaf nu voor de terugkeer van het mondkapje. Hij zegt, we weten dat het virus niet weg is en dat de overheid ook liever geen grote maatregelen neemt. Daarom zou ik het verstandig vinden als er weer nadruk wordt gelegd op het dragen van mondkapjes op drukke plekken, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of in het openbaar vervoer. En ook mag er meer nadruk komen op het ontsmetten van de handen. In Duitsland doen ze dat allemaal al, zegt hij. Ja, en dat moet dus ook hier. Ja, een opmars dus weer. Henrike, merk jij dat? Helaas wel. Ja, ik weet niet of mensen corona hebben of gewoon griep. Want dat is er natuurlijk ook gewoon weer. Mm-hmm. Maar ik merk nu al wel dat er meer mensen thuis blijven. Het is ook weer van, moeten we dan thuis blijven? Of kunnen we eigenlijk komen? Mogen we het behandelen als een griepje? Het is echt wel een gesprek bij ons. Ja, absoluut. Julia? Mijn broertje die zit volgens mij nu te kijken. Die heeft voor de tweede keer corona. Ja, mijn oma. Op dit moment dus. Oma, vader heeft het net weer gehad. Ja, het is wel weer... Is het dan een goed idee om toch weer preventief dat soort maatregelen te nemen? Zoals een mondkapje? Ja, niemand zit erop te wachten natuurlijk. Nou ja, kijk, het is niet verboden om het te dragen. Dus mensen mogen het zelf nu ook al doen, als ze het willen. En aan de andere kant, om het weer te verplichten, terwijl we zitten nu aan het begin van een nieuw seizoen. Ja. Wat vooral van belang is, wat is straks de impact weer op de intensive care's en op de ziekenhuizen, op de zorg? Kunnen we daar loopt het dat met elkaar op dragen? Ik vind het wel raar, we gaan nu het derde jaar in en dat eigenlijk communicatie hier weer wat achter lijkt te blijven. Dat kan beleid zijn, maar... Niemand zit te wachten op grote maatregelen. Maar je zou toch verwachten dat we iets meer helderheid zouden hebben over... moet die herhaalprik nu komen? Mijn ouders zijn allebei in de 80. Die zouden toch wat meer zekerheid en duidelijkheid willen hebben. Ja, toch ook wel een beetje duiding bijvoorbeeld over of het nodig is om je weer te laten vaccineren. Want ook daar zijn discussies over. In ieder geval heb ik met mijn collega's en familieleden ook discussies over. Ja. Eigenlijk weten we dan ook te weinig over waarom dat ook noodzakelijk zou zijn. Ja. Ik hoor nu nog geen virologen op de radio of televisie vertellen dat het toch wel heel verstandig is om het te doen. Ik zou zelf nu, met de kennis die ik heb, denken, weet je, die laatste prik. Misschien dat zien we ook in de opkomst. Terwijl er natuurlijk wel duidelijk wat mij toch gecommuniceerd wordt. Van het is slim om dat te doen vanuit virologische Leg het beter uit, denk ik dan. Daar moeten we natuurlijk nu al mee beginnen. Ik denk dat niemand graag die prik neemt. Ja. Je doet liever met je eigen lichaam. Maar de vraag is of dat al kan. En of het voor de volksgezondheid nu een belang is om die prik wel te gaan nemen. Dat schijnt zo te zijn. En ik denk dat daar weer aandacht voor moet komen.